Gemeenschapsmunten kunnen als het ware in mijn beleving een stukje cement in de lokale samenleving betekenen. Want ze nodigen mensen uit om actief hun bijdrage aan die samenleving te leveren, om te zien naar elkaar. En daarmee de samenleving een stukje meer betrokken op elkaar maakt. Dat is voor de overheid natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Regionale economie, lokale economie ook nog een impuls kunt geven. Dus volgens mij 1 en 1 is 3. Mee aan de slag. Dat is voor lokale overheden best ook heel spannend om te gaan met die gemeenschapsmunten. Want dat betekent dat je ook heel veel initiatief uit de samenleving moet laten komen en de kunst van het loslaten steeds beter moet gaan beheersen. Want je hebt van tevoren niet precies controle over wat er nou gebeurt. Betekent ook dat mensen met eigen ideeën ook ruimte moeten krijgen om die ideeën gerealiseerd te krijgen. En dat je niet van tevoren weet van als ik daar een muntje in stop, komt het er zus uit. Dat is een ontdekkingsreis waar heel veel gemeenten mee aan de slag moeten, mee aan de slag zijn. En die soms ook tot hele verrassende uitkomsten leidt. Die er ook nog wel eens een keer toe leiden dat een wethouder of een burgemeester zich achter de oren krabt. Of dat de gemeenteraad zoiets heeft van ja, wat moeten we hier nou mee? Want we vinden het heel erg mooi. Maar we hadden het zelf van tevoren misschien net even iets anders bedacht. En dat ook ambtenaren de kunst van ja, het opzoeken van initiatief en energie die in de samenleving aanwezig is, ook te waarderen en te honoreren.